Hey, welkom bij mijn nieuwe video. En zoals jullie waarschijnlijk al aan de titel hebben gezien, ga ik in deze video een deel van mijn make-up stash met jullie samen opruimen. Misschien inspireert het je om ondertussen zelf ook lekker op te ruimen of vind je het gewoon leuk om te kijken. Ik hou er zelf heel erg van om deze video's te kijken. En persoonlijk vind ik het altijd heel erg leuk om te horen waarom iemand iets wegdoet of juist niet. Dus ik wilde voorkomen dat ik veel moest doorspoelen en heb daarom besloten om het in delen op te hakken. En dit deel is echt over de gezichtsproducten. Dus van foundation tot concealer tot blush, bronzer, highlighter. En ik heb nog niet zo lang geleden al de video gemaakt waarin ik mijn make-up stash aan het indelen was. Gezien wij nog niet zo lang geleden verhuisd zijn. En toen zag ik al gelijk van oké, volgens mij kan er wel weer wat meer uit. Op zich heb ik het nog niet zo heel lang geleden, zo'n 4 maanden geleden denk ik, gedaan. Misschien zelfs korter. Maar ik merk gewoon dat ik wat kritischer ben geworden. En daarom dacht ik, het lijkt me goed om gewoon nog een keer er doorheen te gaan. En te kijken wat ik echt wil houden. Want anders kan ik het beter weggeven. En voordat ik daar reacties over krijg, ik ga geen producten aan kijkers weggeven. Ik krijg nog heel vaak op oude video's vragen namelijk. Maar even voor de duidelijkheid, dat ga ik niet doen. Ten eerste is het niet met ieder product even hygiënisch. Maar daarnaast kost het me gewoon heel veel tijd. En ik vind het al moeilijk genoeg om het besluit te nemen om het weg te doen. Dus ik wil het liever gewoon, nadat ik er vriendinnen in heb laten kijken, ergens aan doneren. Maar nu heb ik gelijk een vraag aan jullie. Want ik weet niet zo goed, bijvoorbeeld gebruikte poeders en zo. Zou ik die nog ergens aan kunnen doneren? Weten jullie een adresje waar ze daar heel blij mee zijn? Zodat ik het gewoon in één keer kwijt ben. En ik voorkom dat het gewoon een half jaar lang nog in mijn huis in een aparte doos ligt. Want dan schiet het een beetje zijn doel voorbij natuurlijk. Dus als jullie dat weten, ik ga zelf ook even googlen. Maar jullie helpen me er heel erg mee als je het even achterlaat. En laten we nu snel stoppen met deze veel te lange intro en naar de video gaan kijken. Hier zien jullie al mijn gezichtsproducten. Ik heb ook eventjes de foundations en de poeders uit mijn Everyday Clear Cube bakje bij deze gevoegd. En dit past in 1 lade van mijn Alex kastje. Maar normaal liggen dus heel veel producten hier niet bij. Dus is het iets minder vol. Dan de lade met blush, highlight, etc. producten van mijn Clear Cube. Dus mijn favoriete. En dan heb ik eventjes voor nu de fixing sprays en mijn primer los liggen. Hier nog primers en concealers ingedaan. Hier hele grote poeders die los in mijn lade lagen. En hier allemaal van die paletjes met meerdere highlighters of bronzers. Of zo'n contourpaletje. Dus dit zijn echt alle gezichtsproducten. En het is echt heel veel. Ik ga beginnen met de foundations en zo. Die liggen hierin. Ik zie hier gelijk de Rimmel Match Perfection. Dat is mijn favoriet, dus die ga ik houden. Leg ik gewoon even hiernaast op de grond. Dit is de Morning BB Cream. En ik heb het idee dat deze niet meer helemaal goed is. Hij is heel erg vloeibaar toen ik hem voor het laatst probeerde. Dan zie ik hier gelijk nog een hele oude foundation. En die is super mat en mega dekkend. Een beetje te, vind ik. Ik dacht eerst die kan ik bewaren voor een fotoshoot. Maar ja, dan gebruik ik eigenlijk liever toch nog een andere foundation. Dus ja, ik denk dat ik deze gewoon, dat ik hier wel klaar mee ben. Dan heb ik de Illuminating Foundation. En die heb ik nog niet vaak gebruikt. Maar dan denk ik, waarom niet? Misschien vind ik hem toch niet zo fijn. Maar ik weet niet meer precies wat voor effect hij op mijn huid had. Dus ik wil hem nog wel een kans geven. Deze ga ik nu ook maar eens wegdoen van Catrice. Want die is al zo lang open. Dat kan denk ik ook niet meer goed zijn. En een beetje hetzelfde als deze vind ik hem erg mat en wel super dekkend. En tegenwoordig hou ik daar niet meer echt van die hele moesachtige structuren. En later sorteer ik dan nog uit wat er van deze bak echt in de prullenbak gaat. En wat ik eventueel aan iemand kan geven. Nou, deze zit nog dicht. Maar ik heb gehoord dat die super fijn is. CC Cream van Max Factor. En omdat hij nog niet geopend is, blijft hij gewoon goed. Dus die wil ik zeker proberen. Deze heb ik net nieuw gekocht van NYC. Omdat ik dus geen BB cream meer had. Nou, die blijft. Favoriete foundation van L'Oreal. De Lumi Magique van L'Oreal. Vind ik ook echt onwijs fijn. En dit is een nieuwe. Ik heb de vorige opgemaakt, dus die blijft ook zeker. Echt, L'Oreal heeft geweldige foundations, jongens. Deze vind ik ook top. En ik had blijkbaar nog een Lumi Magique. Dus oeps, maar goed. Deze van Catrice gebruik ik niet heel vaak. Maar ik vind hem op zich wel fijn. En als ik een keer een budget tutorial wil maken, is dit eigenlijk mijn enige soort van budget foundation. Dus dan bewaar ik hem. De Acne Fighting Foundation van e.l.f. Ja, ik vond hem geloof ik wel goed. Maar ik grijp er eigenlijk nooit naar. Dus hij was super dekkend geloof ik. Nee, ik denk toch dat ik die... Ik heb wel genoeg.
En deze vind ik ook prima van Maybelline. Dus dit blijft dan. Dit zijn gewoon allemaal nog goede producten. Even kijken hoor. Deze is nu te licht. Dus ik ga één van deze twee. Die zitten allebei nog dicht, dus dat maakt niet uit. En deze, want die ben ik aan het opmaken, ga ik bij mijn clear cube bewaren. Zodat dit even de twee foundations zijn die ik op het moment gebruik. Dan heb ik hier nog wat soort van apartere foundations. Dit is de L'Oreal Nude Magic Cushion. Ja, dit is een beetje een ding, want ik heb er geloof ik twee open. En dat is eigenlijk... Oh nee, eentje gelukkig. Ik heb er twee nog dicht zitten. En deze heb ik open en die ga ik ook bij mijn clear cube bewaren. Want dat is heel erg fijn voor de zomer. Een hele lichte denk ik. Deze van Lancôme is op. Ik weet niet waarom ik hem heb bewaard, want er komt eigenlijk vrijwel niets meer vanaf. Maar ik weet dat je een navulling kunt kopen, maar dat is nog steeds heel duur. En nu ik deze heb ontdekt, denk ik niet dat ik dat nog ga doen. Dus hier ga ik gewoon afscheid van nemen. Kunnen die wel hierbij zelfs. Hier ligt nog zo'n allround contouring paletje van Catrice die ik wel fijn vind. Dit is nog een helemaal nieuwe. Ik heb er ook nog eentje die ik in gebruik heb. Maar die kan ik even niet vinden. En hier een mousse concealer van Essence. Dit gebruik ik eigenlijk echt nooit. Even kijken hoor. Ja, het is misschien wel fijn voor puistjes of zo. En ik heb nu helemaal niet zo'n concealer, dus ik bewaar hem wel. En verder heb ik hier nog een nieuwe Hourglass poeder. En die bewaar ik absoluut. Het is mijn favoriete gezichtspoeder ever. Maar die heb ik nog hier, omdat degene die ik open heb zit in mijn clear cube. Dan heb ik hier nog veel meer poeders in zitten. Ik zal het er even uithalen. Dit is dus de poeder die ik in gebruik heb. Die ben ik aan het opmaken. Dus die gaat ook naar mijn clear cube. Leg ik even bij die foundations. En dit zijn ook twee poeders die ik heel fijn vind en veel gebruik. Ik heb er nu, merk ik toch dat ik het fijn vind om er nog eentje bij te hebben. Omdat die van Hourglass, daar kan ik niet meer zo heel veel uit pakken. Maar deze stop ik dan even hier aan mijn stash. Dan heb ik een losse poeder van Catrice. Ik heb er ook eentje van Elf. Maar twee vind ik eigenlijk een beetje overdreven. En dit vind ik zo'n onhandige verpakking. Dus deze ga ik wegdoen. En dit is de Banana Powder, maar die is te geel voor mij. Het is mooier voor mij met een iets donkerder huid, denk ik. Dus die ga ik ook weggeven. En dit is een losse bronzing powder. En ik weet gewoon niet hoe ik dit zou moeten gebruiken. Dus ja, die geef ik ook gewoon door aan iemand anders. Zie ik hier gelijk ook nog van Art Deco van die Glowing, van die Golden Bronze Oil Drops. En dan denk ik, ja, dat is wel heel erg leuk en een grappig product om er dus heel sun-kissed uit te zien. Maar ik gebruik het nooit in de praktijk. En misschien is iemand er wel heel blij mee. Deze van NYX. Ja, deze is al zo lang kapot en open dat het niet meer echt hygiënisch is. En dat die ook heel hard is geworden. Dus er komt eigenlijk niks meer vanaf. Dus deze gaat weg. Van de Body Shop heb ik deze hele leuke Honey Bronze highlighter dingetjes. En die zijn echt wel heel erg mooi. En fijn voor, ja, als je gewoon wat op je wangen wilt rollen. Maar ik gebruik ze eigenlijk echt nooit. Ik ga ze toch bewaren, omdat ik ze wel heel fijn vind voor de zomer. Ik moet ze gewoon wat meer gebruiken. Hetzelfde geldt voor deze twee cream blushes. Als ik een cream blush gebruik, dan het liefst een uit een tubetje. Vind ik iets hygiënischer dan zo'n potje of zo. Dus ja, deze van Miss Sport, die zijn wel heel erg fijn als je wat kleur op je wangen wilt. Maar het echt een hele warme dag is. Dan gaan we over naar de bronzers, denk ik. Laat ik ze eerst even eruit halen. Oké, dit zijn mijn bronzers. Sowieso blijft de Too Faced Milk Chocolate Soleil super mooi. Deze vind ik ook echt heel erg fijn in gebruik. Van Catrice, de Sun Glow Mineral Bronzing Powder. Dan de Ethos Contour Powder. Voor als ik gewoon wil contouren in plaats van bronzen. Vind ik die heel fijn. Wel super poederen. Heb ik hier nog vrijwel nieuwe van MAC en van Essence. Die ik nog wil gaan proberen. Dus die blijven. Deze heb ik ontvangen van Art Deco. Ook echt heel mooi. Super lastig jongens. En deze van L'Oreal geldt hetzelfde voor. Maar die heb ik wel al heel lang. Of van Lancôme moet ik zeggen. En hij is eigenlijk gewoon iets te donker voor me. Dus ook al vind ik het een heel mooi product, ik denk dat ik hem ga weggeven. Deze van Sephora zit ook al eeuwen in mijn stash. En die is wel echt heel mooi licht. En dit soort dingen vind ik altijd een beetje heftig. Best wel snel too much kan zijn. Ja, dit is niet echt wat voor mij. Deze ga ik weggeven. Deze geeft geloof ik ook weer een heel mooi effect.
Is ook wel weer een beetje een heftige. Ik vind dan wel deze mooier, zeg maar. Die is wat subtieler en die heeft ook een beetje die glow. Ja, oké. Ik ga streng zijn voor mezelf, jongens. Ik ga deze ook weggeven. Die blijft, want dit is wel een hele mooie matte lichte kleur. Dus dit zijn dan degenen die er overblijven. Ook heb ik nog twee van die contour sticks. Dan bewaar ik die van NYX, want bij die van G7 heb ik geknoeid. Oké, highlighters. En dan moet ik ook een heleboel uit mijn clear cube halen, want daar zitten er ook veel in. Die, als het goed is, heel vast zijn. Oké, sowieso blijven mijn twee MAC highlighters, want daar ben ik echt helemaal voor. Ik geloof dat ik hier een beetje mixte gevoelens over had. Ik vond het niet zo heel bijzonder en een beetje te warm voor mij. Het geeft wel een mooie sheen, maar niet heel bijzonder. Ik wilde hem vorige keer gewoon uitproberen in een video, omdat hij nieuw in de collectie was. Maar nee, ik ben meer fan van die van Catrice, die High Glow. Deze heb ik al heel lang in mijn stash en iedere keer bewaar ik hem weer, want die is zo'n aparte roze glans heeft, maar ik gebruik hem nooit. Ik ga hem even vergelijken met Essence Cinderella. Nou, het is wel heel anders. Wit en roze. En het is wel leuk. Ja, ik ga het toch bewaren, jongens. Dit is zo'n all-in-one bronzing powder. Ik weet nooit zo goed wat je daarmee moet. Het wordt ook heel erg vies. Maar het is wel, het heeft wel wat voor de zomer. Dit is een highlight powder van Catrice. Ook niet super bijzonder vind ik deze. Ook best wel subtiel. Een beetje in dezelfde categorie als deze. Zal ik ze weggeven allebei? Allebei. Ik ga het niet missen, denk ik. Deze van Gérard Cosmetics wil ik heel graag nog uitproberen. Die heb ik ontvangen, dus die bewaar ik. En dit is een beetje een herinnering, want ik heb deze al zo lang van Sephora. En zo'n bronzy kleurtje. Ik heb er gewoon wat mee. Het is echt een van mijn eerste fancy make-up producten. En zal ik deze bewaren? Ja, ik bewaar hem nog wel even. En dit is een pen van Kiko. Zeg maar zo'n vloeibaar product in. Als basis werd het me aangeraden. Maar ik gebruik dat ding gewoon. Dus die ga ik weggeven. Wow, kijk dan wat een party het is op mijn arm. Blush. Ik was mijn mooiste highlighter nog vergeten. De Mary Luminizer. Oh mijn god. Die hou ik ook natuurlijk. Oké, jongens, nu zijn we bij blush. En hier loopt echt de spuigaten uit. Nu kan ik er vrij veel in kwijt. En heb ik zo nog een pakje hier. Maar ja, dit is echt vreselijk. Want ik gebruik hier echt niet alles van. Dit is sowieso mijn favoriet. De MAC, hoe heet die ook weer? Beauty Powder en Pearl Blossom. Ik gebruik hem als blush. Als je wat donkerder bent, kan die ook als highlight. Nou, dan überhaupt MAC Dainty. Eigenlijk al mijn MAC producten. Ik vind ze allemaal vet mooi. Dus ik kan ze allemaal gaan uitzoeken. Maar ik weet toch wel dat ik ze hou. Want dit zijn echt geen impuls aankopen, zeg maar. Tuurlijk kan het nog eens voorkomen. Bijvoorbeeld dit product. Vind ik, dat is net als met dat ding van Essence. Vond ik er super mooi uitzien. Maar ik vind het toch lastig in gebruik. Want wat is het nou precies? Maar ja, het is wel gewoon heel erg mooi. Oké, dus dat scheelt al een hele hoop. Dan ben ik echt enorm fan van deze van Catrice. En deze van Max Factor. Dat zijn echt twee grote favorieten. Dit is een blush die ik echt nooit gebruik. Die er heel schattig uitziet. Best mooi is. Maar niet mega bijzonder. Dus die ga ik weggeven. Milani gebruik ik heel graag. Dit is de enige minerale blush die ik heb. Deze heb ik al heel vaak bewaard. Maar hij is zo licht. En ik vind hem weer niet mooi genoeg als highlight. Dus die ga ik weggeven. Deze lijkt helemaal niet donker. Maar op mijn huid is hij zo gepigmenteerd. Kijk, dat ik er niet zoveel mee kan. Dus die ga ik ook weggeven. Deze is heel mooi en cute. En deze van Catrice vind ik ook wel heel mooi hoor. Ik wil die zo gebruiken. Dan heb ik deze allemaal nog over. Deze wil ik sowieso houden. Deze ook. Ik vind deze eigenlijk allebei heel mooi. Ze zijn best wel fel. Deze lijken heel veel op elkaar. Ik vind deze fijner. Dus dan ga ik deze weggeven. Dit is een poederproduct. Maar losse blush, zeg maar. Maar dat gebruik ik gewoon niet. Die ga ik weggeven. En deze vind ik eigenlijk heel heftig. Hij lijkt op Sleek Rose Gold. Maar ik ben niet meer echt van de heftige blushes. Dus die ga ik weggeven. Deze houd ik.
Deze ook. Die is dan wat subtieler. En deze gebruik ik eigenlijk toch niet echt. Hij spreekt me gewoon te weinig aan, omdat het er zo saai uitziet. En omdat ik genoeg andere heb, ga ik die ook weggeven. Oké, jongens. Dit is nu wat er nog in mijn Alex-kastje gaat. Bij de highlighters heb ik best wel veel ruimte gecreëerd, merk ik. Dus dat is mooi. Dit zijn dan de blushjes die ik hier heb liggen. Ik zal de vloeibare blushjes hier ook doen. Die horen tenslotte daar. En deze bolletjes. Dan zijn dit de bronzing powders en nog zo'n contourstick. En ik denk dat ik dat contourpaletje er ook naast ga leggen. Dan heb ik hier de gewone poeders en een zo'n mousse concealer. En hier de foundations. Even voor de duidelijkheid, deze producten houd ik dus ook. Maar die gaan bij mijn clear cube erin, zodat ik er makkelijk bij kan. Die gebruik ik op het moment namelijk veel. En hier zitten dan nog mijn favoriete blushes, bronzers en highlighters in. Ik heb nog steeds belachelijk veel blush vooral. Ik heb hier ook nog een paar concealers. Die van Miss Sporty en de Maybelline Fit Me moet ik eigenlijk gewoon opmaken. Ook al is die Catrice mijn favoriet. Ik hou deze even in mijn stash. Of is deze al op? Want die zat in mijn tas. Nou, er komt nog wel wat uit. Dus deze twee houd ik even in mijn stash, in mijn clear cube. En die van Catrice en die van L'Oreal gaan hierbij. Hier. En deze van de Etos vind ik niet heel fijn. Dus die ga ik weggeven. Dit is mijn Everyday Primer en Fixing Spray. Dus die gaan bij mijn clear cube. Ik heb ook nog een Priming Water en een Mattify Fixing Mist. Die ik nog niet veel heb geprobeerd, dus die ik bewaar als backups. En deze concealer van Essence doe ik ook even hier. Dan nog een heleboel primers. Even kijken. Ik heb een Pupa primer, nog niet veel gebruikt. Ik heb een Wonder Blur primer van de Body Shop. Wat is hiermee? Er was iets mee, vond ik het niet fijn? Het is heel dik. Ja, ik vond het niet zo prettig in gebruik, dus die ga ik weggeven. Deze van de Ethos vind ik fijn. En dit zijn van die color correctors, corrective primers. En dat is wel heel erg handig in groen, oranje en geel van Inglot, die bewaar ik. Deze van de Rema vond ik ook wel prima. Wel veel primers, gezien ik bijna altijd die aftershave balm gebruik, hè. Nee, die van de Ethos vind ik fijner dan die van de Hema, dus gaat die van de Hema ook weg. Nou jongens, het gaat een beetje opschieten hoor. Hierin zitten al mijn paletjes met gezichtsproducten. Ik ga het er even uithalen. Dit concealerpaletje gaat bij de concealers, want het past niet prima. Deze heb ik nieuw van de Primark, een bronze en contourpaletje. En die wil ik heel erg graag gaan proberen. Dus die ga ik bewaren sowieso. Deze spreekt me niet zo heel erg aan. Ik vind hem niet fantastisch. Ik ga hier iemand anders blij mee maken. Dit is het Ethos concealerpalet. En ik gebruik heel weinig concealerpaletjes. En die van Essence, die heeft net wat kleuren die ik wat eerder gebruik. Dus dan, ja. Nee, deze gaat weg. Deze vind ik fantastisch. Deze vind ik ook fantastisch en heel fijn voor op reis. Deze gebruik ik minder en dat komt omdat ik de highlight niet interessant vind. Ben hier niet echt gek op. Denk dat ik deze ga weggeven. Deze heb ik nieuw, die ga ik zeker nog proberen. Deze vind ik echt fantastisch fijn. Deze vind ik dan weer iets minder. Ik vind hier van de bronzer kleur net wat mooier. Dus dan ga ik deze weggeven. Deze vind ik fijn. Heel subtiel. Maar daardoor ook wel mooi. Mooie blushjes van Catrice. Moet ik er wel vaker bij pakken. Deze zijn zo fel. Deze kleurtjes. Dat ik het eigenlijk niet gebruik. Ook al is hij best mooi. Die ga ik weggeven. Dit is wel een mooie bronzer en highlight ding. Maar die bronzer is volgens mij erg donker. Ja, het is echt te donker voor mij. Dus die ga ik helaas ook weggeven. Dit heb ik een tijdje teruggekocht. Maar ik hou niet van die structuur. Maar het schijnt echt super mooi te zijn. Ik heb tutorials gezien waarin deze wordt gebruikt. En dan denk ik, ja, bewaar het nou. Want straks heb je het een keer nodig. En dan koop je het opnieuw. Dus ik ga deze wel bewaren, want het is het enige cream highlight paletje is wat ik heb. En deze heb ik nog niet geprobeerd. Een Pro Strobe Cream Palet. Zegt op zich wel iets dat ik nog niet heb geprobeerd. Maar ik ga hem zeker niet weggeven voor ik hem probeer. Dus die gaat hier ook in. Nu past het allemaal zo netjes. En deze blijven absoluut. Dit is een heel fijn contourpalet van NYX. En van Urban Decay Gwen Stefani een blush palet. En dit is alles wat er weggaat. Ik vind het, moet ik zeggen, behoorlijk veel gezien het feit dat ik dit zo'n 3 maanden geleden voor de verhuizing nog heb gedaan. Hier zitten geen producten tussen die ik heb gekocht. Dus ik ben best trots.
Bedankt voor het kijken naar het eerste deel van het opruimen van mijn stash. Ik ben echt best wel trots op mezelf, moet ik zeggen. Ik vind dat ik nog best veel heb weggedaan gezien het feit dat ik het niet heel lang geleden ook heb gedaan. Dus dat voelt fijn. En nu dus nog even een plek zoeken. En nu dus even mijn vriendinnen uitnodigen. En ik denk dat ik dan wel wat overhoud, want de meeste van mijn vriendinnen hebben liever een wat meer bescheiden stash. Dus daarna moet ik dus even een adresje zoeken waar ik de rest aan kwijt kan. Maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Als jullie dit ook willen zien met een ander deel van mijn stash, laat het even achter in de reacties. Dan kan ik dat ook filmen. Ik heb besloten om het ook gewoon echt, ja, als ik er zin in heb, als ik het gevoel heb van ja, nu kan ik waarschijnlijk goed afstand doen van dingen, dat ik het dan pas doe. Dus ik heb het ook niet allemaal achter elkaar gefilmd of zo. Ik doe het lekker op mijn gemakje. En zo komt alles wel een keer aan bod. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doeg!